In Onnendendam vond vrijdagavond een lezing en zaterdagochtend een kliniek plaats rond zogenaamde helende kou. Ik ga wat vertellen over mijn boek. Ik heb een boek geschreven, Helende Kou. En dat gaat over het geheim van gezonde koudetraining. En dat geheim heb ik gevonden in de oude kennis uit Rusland op dit gebied. En die hebben daar een eeuwenoude traditie in. Ik leer wel ontzettend veel van hem. Bij Wim Hof ligt de nadruk op een ademtechniek. En bij deze oude traditie ligt de nadruk op een warming-up. En hoe je dat doet maakt eigenlijk niet uit of het nou een sauna is of dat je een fysieke warming-up doet. Maar als je maar warm wordt. Dus dat is de essentie van deze methodiek, deze traditie. Ik geef nu zelf ook trainingen. Oh juist, ja. Dankzij trainingen die ik bij Ewout heb gevolgd. En wat houdt zo'n training in bij jou? Goede opwarming, dus goede warming-up. En dan kort het water in, echt maar heel kort. En dan daarna aankleden en weer bewegen. Dus het gaat er niet om dat je er heel lang in kan, maar het gaat erom dat je een maximaal gezondheidseffect bereikt. Nou, deze avond is ook een beetje georganiseerd, niet alleen door CPO-jongens, maar ook door de winterzwemmers. Ik geloof het niet, maar in Onnendendam bestaat een winterzwemploeg. Jawel. Want we zijn in Nederland over het algemeen gewend om stil te zitten in het water. Maar in de Russische traditie dan beweeg je. Dus je gaat of springen of je gaat zwemmen. En het idee erachter is dat je meer stress, meer koude stress op je lichaam genereert door te bewegen. En daardoor heeft het meer impact op je lijf. Alle energie naar de emmers gericht. Ja. Yes. Vrouwenwater, tsarin der goden. Laat me in u wassen. Laat me genezen. U wast de oevers, de stenen en de keien. U voedt de aarde en de wortels. Zuiver mij, kind van God. Mijn huis en mijn naasten. Van angsten en demonen. Sterk mij. Elke cel van mijn lichaam, eer aan u. Zuiver mij, sterk mij. Eén keer. Zuiver mij, sterk mij. Yes! Yes! Yeah. En dan zometeen doen we ook weer met de adem vast. Dan gaan we brikken. Op deze manier brikken. En dan strek je dat hele gebied van de nieren. Wat we zo doen, we buigen voorover, pak de emmer vast. Je gaat eerst even wrijven. Oké, buig voorover. Even wrijven. En je gezicht dan eruit. Oké, zijn we een beetje voorbereid. Je komt hier. Gieten, buik, borst, hoofd. Oh, kijk. Sorry, goed dat je het zegt. En dan, als je helemaal klaar bent, yo! Ja, oké! Dan de emmer vast laten staan. 3, 2, 1, yo! Waarover ik zo even zo in lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er